ijskoude wind giert langs hen heen en donkere wolken hangen boven hun hoofden. Het is kouder dan ooit. Er is geen stro en geen ander voedsel dan een geblesseerd paard dat ze achter een verlaten huis vinden. Het beest moet eraan geloven. De soldaten doen zich te goed aan het rauwe vlees. Hoe komt iemand ertoe om zo'n boek te schrijven? Kun je er iets over zeggen? Ik wilde een mooi boek schrijven. Het moest een historisch boek zijn, omdat ik belangstelling heb voor geschiedenis. En dit verhaal droeg ik al heel lang bij me en daarom heb ik dat gekozen. Ik heb er eigenlijk niet eens lang over nagedacht. Ik wist het gewoon. Gek, hè? De Russen naderen hen van achteren. Eerst worden de wagens met artillerie en cavalerie over de linkerbrug naar de overkant gebracht. Daarna mag Engberts regiment over de rechter. De cavaleristen stappen af, houden het paard aan de hand om schokken en trillingen te vermijden. Deze Friese veners die zomaar helemaal naar Sint-Petersburg gaan om hun spullen te verkopen. Hoe komen de mensen daar toch toe? Dat moet toch wel heel bijzonder zijn? Ja, aanvankelijk reizen ze via allerlei hanzesteden, ook naar het zuiden trouwens, maar ook naar Vlaanderen, naar Duitsland en ze gingen zelfs naar Italië. Maar ze hoorden op een gegeven moment praten over die stad in het noorden van Rusland. Sint-Petersburg was net gesticht in 1703 door Peter de Grote. En ze begrepen ook uit alle verhalen dat alle buitenlanders welkom waren. Dus ze dachten, nou, we grijpen onze kans, we pakken de kleedwagen, alle spullen erin en we gaan. Om hoeveel Friese veners gingen die naar Rusland zijn getrokken, naar Sint-Petersburg? Op het hoogtepunt, daar is ook een proefschrift over geschreven. Op het hoogtepunt, is geteld dus, waren het ongeveer 200 mensen die reisden. Ja. De vijand kan zich verscholen hebben achter de kleine bossages die her en der aan de andere kant van de rivier verspreid staan. Als Kutuzov hen ergens in de val wil lokken, dan is het hier. En dat boek, is dat een echt historisch boek geworden of is het ook een roman? Het is vooral een roman. Maar alle feiten kloppen. Ik heb de personages verzonnen, dus wat zij meemaken, dat hadden ze mee kunnen maken. Dat is wel geënt op bestaande verhalen. Maar de feiten, hè, dus over de Bataafse, de Franse en de Russische revolutie, dat klopt allemaal. Hij huivert. De zuigeling is dood. Het broodmagere gezichtje met de ingevallen wangetjes en de donkere contouren van de oogkassen verraden dat het kind reeds lang geleden de geest heeft gegeven. Komt dat duidelijk naar voren dat er een eind aan die hele reisgeschiedenis is? Ja, het begint in 1739. Het zijn ruim 400 bladzijden, er zitten wat tijdsprongen in. Want anders dan zouden het 1000 bladzijden zijn, zo niet meer. En het eindigt in 1917, in juli, dus vlak voor de Oktoberrevolutie. En dan vluchten de belangrijkste personages uit mijn boek vluchten naar Friezenveen terug. En dat wordt allemaal beschreven, dus helemaal hoe dat is gegaan, hoe de sfeer was, wat er aan de hand was in Rusland, waarom men wel moest vluchten. Er was gewoon geen toekomst meer daar. Het maakt mensen wel nieuwsgierig als je dit zo hoort. En dat boek, waar is dat te koop? Het is in alle boekhandels te koop.